10 mei 2009, Feyenoord uit. Dat was mijn lievelingswedstrijd. Goedemiddag, De Kuip, Rotterdam, Feyenoord, Rode JC. Een middag van uiterste. Dat kan het worden hier de komende kleine 2 uur. En de bedrukte gezichten van de Roda-fans die met toch wat hoop in het hart hier naartoe zijn gekomen. De trots van het Zuiden. We moeten even supporters als we weglopen normaal. Feyenoord uit. We staan laatstes en waren zo goed als gedegradeerd. En met een wonder hebben we het nog kunnen redden. Gebronkhorst niet, geen buitenspel. Nou, kans nummer 2 en een hele grote voor Cissé. Hoe rustig blijft hij? Cissé scoort. Roda op voorsprong. Het had een minuut geleden al een enorme kans. En nu zit hij er dan in. En de Roda supporters. Roda leidt en het is verdiend ook. Maar echt een wakkere indruk maakt Feyenoord tot op dit moment niet. Ook al niet na de treffer van Cissé. Tindalli, ja! Tindalli houdt vast, is een penalty! Natuurlijk! Tindalli, wat doe je? En wat krijg je? Dat is ook de vraag. Blom, wat doe je? Tindalli. Ja, die moet eraf! Die moet eraf! Wat gebeurt hier allemaal in de... Het zijn de Roda-fans. Wat overkomt ze? En Feyenoord doet er van alles aan om Meeuwis uit de concentratie te krijgen. En Meeuwis hier de kans heeft om de voorsprong te verdubbelen. Meeuwis doet dat heel rustig. Roda leidt met 2-0. Er zijn nog maar net 20 minuten gespeeld. De stem slaat er van over. Ja, ik had voor de wedstrijd eigenlijk al helemaal geen slecht gevoel. En we hadden sowieso niks meer te verliezen, want we stonden al laatste. We waren eigenlijk zo goed als gedegradeerd, dus we konden alles van ons afgooien en die wedstrijd binnenhalen. Zo. Rustig, goed gespeeld. Aan de linkerkant is ruimte. Dit is natuurlijk ook niet onaardig. Nu geven, Hadouier als hij rustig blijft. Hij blijft rustig, Roda op 3-1. Ja, dat kon niet uitblijven. En dus vieren zij weer wat opgeluchter het feestje. Nou, ik kreeg de bal van Dolores en het enige wat ik in mijn hoofd had was scoren. En ik kon Timmer op de verkeerde voet zetten en tegendraas binnenschiet. Het was gewoon een heerlijk gevoel en je zag dat dat gewoon een grote opluchting was voor ons. En dat was als een soort redding eigenlijk. Ik denk dat wij ook eigenlijk een beetje dankzij de scheidsrechter een beetje moeilijkheden kwamen met die penalty. Ja, dat was wel even... de hensbal. Ja, ik snap ook niet dat je een witte met een zwarte had kan... Nee, hij maakt geen hens. K maakt geen hens. Het is Hofland die hens maakt, toch? Hofland maakt hens. Heeft hij hier ongelooflijk veel mazzel, want Hofland maakt hens en niet K. Hofland. Maar de vierde man, Jansen, die is daar doof voor. K blijft staan, dus die heeft dan waarschijnlijk geel gekregen voor iets wat hij niet gedaan heeft. En Makai heeft er maling aan. 2-3. Makai benut. De penalty die nooit gegeven had mogen worden, want het is Hofland die hier hens maakt. Mag Roy Makai nog die vrije trap nemen? Wat ging er door je hoofd in? Ja, ik dacht, dat kwam eigenlijk heel het seizoen even voorbij flitsen. Maar gelukkig schoot hij hem over en dat was wel echt een opluchting.
sorry jongens, maar ik moet trainen.